Hallo, welkom bij Vlogboek. In deze video weer drie nieuwe boekbesprekingen. Thomas Rozeboom, Publieke Werken, Hanne Barefoots, Alles wat er was en Tommy Wieringa, Een mooie jonge vrouw. Als je het Centraal Station van Amsterdam uitloopt, dan zie je daar het Victoria Hotel. Een hotel dat is gebouwd aan het einde van de 19e eeuw. En nu nog eens goed kijken. Als je nog eens beter kijkt, dan zie je dat het hotel om twee huizen is heen gebouwd. En die huizen staan centraal in het boek Publieke Werken van Thomas Rozeboom. Thomas Rozeboom is een schrijver van boeken met flink wat pagina's en verhalen die rustig worden opgebouwd. Publieke Werken uit 1999 werd bekroond met de Libris Literatuurprijs en werd direct beschouwd als een klassieker in de Nederlandse literatuur. Het is voor een deel een historisch roman, oftewel een verhaal dat is gebaseerd op waar gebeurde zaken, zoals die huisjes in dat hotel. Tegelijkertijd is het een volledig fictief verhaal, dat is opgebouwd rondom twee personages die je langzaam meenemen naar de afgrond. Rozeboom is een erg gestructureerde schrijver en dat merk je tijdens het lezen. Je gaat stapje voor stapje door het verhaal en het tempo ligt niet heel erg hoog. Het verhaal draait om twee neven die in de 60 zijn. Ze zijn iets wat ijdel, de een woont in Hogeveen in Drenthe en de ander in Amsterdam. We volgen de twee neven in twee aparte verhaallijnen. De Drentenaar Christophe Anijs is een apotheker en krijgt concurrentie in het dorpje waar hij woont. De nieuwe apotheker is universitair geschoold en dat is Anijs niet. De Amsterdamse Walter Verre is een vioolbouwer en zijn huis staat op de grond waar het hotel gebouwd gaat worden. Hij is zelfverzekerd en probeert via onderhandelingen er flink wat geld aan over te houden. Hoewel hij het geld nog niet heeft, heeft de Amsterdamse Verre daar wel al een plan mee. En hij spreekt dat af met zijn neef. Hij wil namelijk de arme gezinnen uit Hogeveen laten emigreren naar Amerika. En je voelt natuurlijk al aan, dat plan gaat ze in problemen brengen. Het boek gaat over de tegenstelling tussen oud en nieuw. Over de vooruitgang van de techniek en de maatschappij. En de neven zijn daarbij representanten van het oude. De traditie. Hun overeenkomst is dat ze in zichzelf geloven. Veel te veel zelfs. En dat dat opportune gedrag ze in problemen brengt. Bij beide mannen denk je regelmatig... Nee, denk nou even na voordat je dat doet. En het is een boek met een gemiddeld leesniveau. Er zijn wel veel bladzijdes, maar het verhaal is goed te volgen. Rozeboom is echter wel een schrijver die beeldend schrijft. Hij gebruikt daarnaast jargon en oude woorden. En het verhaal speelt zich tenslotte ook af in het verleden. Het is een verhaal dat aanvoelt als drijzand, waarbij je met de personages mee wordt getrokken. Alhoewel het einde je wel eens zou kunnen verrassen. Sowieso weet ik zeker dat je na het lezen nooit meer naar het Victoria Hotel in Amsterdam zult kunnen kijken zonder te denken aan Walter Verre en Christophe Anijs. Ik houd vaak van boeken met een gedachte-experiment. Een verhaal waarin de schrijver een bijzondere situatie als uitgangspunt heeft genomen. Een goed voorbeeld is het boek De Stad der Blinden van José Saramago, waarin mensen door een besmettelijke ziekte ineens blind worden. Het mooie van die boeken is dat je leest hoe de wereld verandert als dat echt zou gebeuren, alsof het een laboratorium betreft. Columniste en schrijfster Hanne Barefoots heeft in haar roman Alles wat er was ook zo'n bijzondere situatie als uitgangspunt genomen. Stel, je bent in een gebouw met enkele andere mensen en ineens hoor je een gigantische knal en begint de grond te schudden. De wereld buiten verandert in een dichte mist en via het nieuws verneem je dat je binnen in het gebouw moet blijven. Het doet daarbij een beetje denken aan een film als The Mist. What's going on? It's death. Dit overkomt Merel, een tv-redactrice, die op het moment van de knal met haar tv-ploeg in een schoolgebouw is om daar een geniaal jongetje en zijn docent te interviewen. Het perspectief ligt bij Merel, die een dagboek schrijft over de gebeurtenissen na de knal. Het bijzondere aan het verhaal is dat je het dagboek niet op volgorde leest. De dagen liggen door elkaar heen, waardoor je dus als lezer zelf de gebeurtenissen moet reconstrueren. Wie zijn de personages, wat is er gebeurd, maar nog veel belangrijker, hoe gaat dit eindigen? Het is vakkundig gedaan, maar tot opmerkelijke inzichten leidt het niet. Dat leidt tot een trits inzichten, van interessante, contemporaine bevindingen tot soms erg situatiegebonden, annex irrelevant geklets over zingeving. Je moet als lezer dus actief aan de slag met dit boek met een gemiddeld leesniveau. Je moet de gebeurtenissen reconstrueren en de dagboekfragmenten worden steeds vager naarmate de dagen verstrijken. Je kunt ook vraagtekens zetten bij het boek over de geloofwaardigheid van de personages, waarom ze niet zus of zo hebben gedaan en ook waarom Barefoots maar blijft springen tussen die dagen. Maar als je dat als lezer van je af kunt zetten, leef je mee met de personages in een schoolgebouw dat maar donkerder, donkerder en donkerder wordt. Het Boekenweekgeschenk van 2014 werd geschreven door Tommy Wieringa met de titel Een mooie jonge vrouw. Nu zijn Boekenweekgeschenken nou niet altijd de verhalen die de meeste indruk maken, omdat ze vaak nogal vluchtig zijn. Maar dit boek lijkt daarop een uitzondering te zijn. In opdracht van de CPNB schreef hij een buitengewoon toegankelijk Boekenweekgeschenk over liefde, seks, overspel en sterfelijkheid. Dit is niet zomaar een boekje, dit is een volgende mijlpaal in Wieringa's oeuvre. Het verhaal heeft als hoofdpersoon Edward, een professor in de microbiologie, een viroloog van 47. Die is getrouwd met Rut, een 32-jarige sociologe. Er is dus een leeftijdsverschil en ze leren elkaar kennen toen zij nog student was. Edward staat symbool voor de
ouder wordende man die niet kan verkroppen dat zijn lichaam aan het vervallen is. Het leeftijdsverschil met zijn vrouw begint hij steeds meer te merken en als een vorm van compensatie neemt hij dan een minnares die nog veel jonger is. Het bezit nemen van een mooie jonge vrouw was alleen te verdragen door een nog jongere minnares te nemen. Dit herstelde het evenwicht. Een bijkomend probleem is dat zijn minnares ook een werknemer van hem is. En op het moment dat zijn romance uitlekt, is zijn baan in gevaar. Wieringa laat in een korte verhaal van minder dan 100 pagina's een aantal thema's voorbij komen. Zoals liefde en ouder worden, maar ook idealisme. En dat zijn precies de elementen waardoor Edward en Rut uit elkaar groeien. En dat uit zich in discussies over dierenleed en over vakanties die worden bekostigd door de farmaceutische industrie. In een poëtische zelfverzekerde stijl met af en toe best lastige woorden, een gemiddeld leesniveau daardoor, neemt Wieringa je mee in de neergang van een ouder worden de man die liefde en bevestiging zoekt. Wat begint als een romantisch verhaal over liefde, eindigt vol ironie met een man die wordt overgelaten aan zijn eigen zelfmedelijden.